Welkom bij een nieuwe wiskundepuzzel. Vandaag gaan we kijken naar de WV Kangoeroewedstrijd, het niveau WISPROF uit het jaar 2019. En we gaan kijken naar opgave 6. Een wedstrijd heeft drie onderdelen: zwemmen, rennen en fietsen. Driekwart van de totale afstand wordt er gefietst. Een vijfde deel van de totale afstand wordt er gerend en er wordt 2 kilometer gezwommen. Hoeveel kilometer is de totale afstand van de wedstrijd? Is dat A10, B20? C38, D40 of is dat E60? Wil je de puzzel eerst proberen, pauzeer dan de video en ga pas verder als je denkt het antwoord te weten. Voor degene die het is gelukt, je bent een kei in verhoudingen. En voor degene die gewoon het antwoord willen weten, het antwoord is D40. Bij een opdracht als deze zien we breuken en met breuken moeten we gaan werken. We willen dus met verhoudingen ook gaan werken. Aangezien ik die drie kwart en een vijfde om wil gaan rekenen naar eenzelfde breuk, zodat ik even door kan rekenen, ga ik naar 20ste rekenen. En 3/4 is ook wel 15/20ste. Een vijfde is ook wel 4/20ste. En dat betekent dus dat er in totaal 19/20ste van de afstand of wordt gefietst of wordt gerend. Nou, 1/20ste houden we dan over en dat is die 2 kilometer die is gezwommen. Dat betekent dus dat als 1/20ste van de afstand 2 kilometer is, dat ik keer 20 moet doen om een totale afstand te weten. En dat is 40. En daarom dus 40 kilometer. Bedankt voor het kijken naar deze video. Heb je een andere snelle manier om deze opdracht op te lossen? Laat dan een opmerking achter met hoe jij hem aanpakt. Hopelijk was deze video behulpzaam. Mocht je meer van dit soort video's willen zien, denk erover na om jezelf te abonneren op dit kanaal. Dan wens ik je een hele fijne dag en misschien zie ik je terug bij een volgende video.